Ik ben hier samen met Sven. We zijn weer voor een weekje aan de lot in Frankrijk. Proberen meerval te vangen. We hebben gisteren zijn we aangekomen. Bij de lot hebben we al een paar uurtjes gevist. We hadden de eerste 3 vissen gevangen. Sven had de mooiste, uiteraard. Yes. Sven heeft altijd het geluk een beetje aan zijn lul hangen. Ja, de mooiste was 1,50 of zoiets. Dat is echt een goede vis. We hebben eigenlijk 2 doelen deze week. We willen 2 PR's vangen. Sven die heeft nog nooit een fatsoenlijke black bass gevangen. Dat moet hij prima kunnen. 2 stuks in mijn hele leven. Nog maar 2 stuks in zijn hele leven gevangen. En mijn PR meerval is maar 1,73 meter. Ja, maar dat is natuurlijk een super mooie grote vis. Maar, dus we hebben hier zulke veel grotere vissen. We hebben er gisteren al een stuk of 3-4 onder gehad. Kunnen we zien op een livescope hoe groot ze zijn. Die minimaal PR materiaal waren voor mij. Zeker. Dus dat kan hopelijk niet lang meer duren deze week. En we gaan weer een klein videootje opnemen. En jullie meenemen naar avonturen. Dus pak een bakje popcorn en lekker kijken. Ga ze erop. Hop, ga ze erop. Ah nee. Fuck. Die was groot, ouwe. Kleiner dan net, hè? Een pakje kleiner dan net. Maar deze hangt en blijft hangen. Normaal doen. Lekker, man. Nice. Hop. En na 1,5 uur of zo? Ja,
uurtje, anderhalf uur. De eerste snor op de pallet. Voor mij de eerste ooit op pallet. Geen PR. Maar 1,30, 1,40 haalt hij wel. Zo, resultaat. Bijna 1,50. Een beetje te kort voor 1,50. Maar gewoon weer een mooie vis. Lekker laten zwemmen weer, denk ik. Pardon. Wat een boer. Nice. Juist. Oh ja. Kijk, die was nooit los gegaan. Nee, dus dat mooi vast. Lekker man. Zo. Missie geslaagd. Nieuw PR. Upgrade van slechts 1 centimeter. Maar, hoppa. Nieuw PR meelval. 1,74 meter. Super mooi. Op een heel mooi ondiep stuk van de rivier. Driftend met een aasvisje onder de dopper. Echt een prachtig tank. Kijk hoe breed die is op zijn kop, man. Super mooi. Zoals jullie kunnen zien is het ook kraakhelder. Ja, het is super mooi. Ik kon hem ook heel mooi zien aankomen tijdens de drill. Lachen man. Echt lachen. Super mooi vis. Echt een plaatje. Petit. Go for it.
deel 1 van de missie is geslaagd. Hoppa. En dat op de topwater. Ach man. Hij is nog niet mega, hoor. Maar? Hij lag mooi tussen die takjes daar zo. Precies daar waar je hem had verwacht. Weer op een topwater. Oh. Goeie vis. En ik had er nog eentje. Dat is gewoon een double hook-up plekbas. Niks mis mee. Ja! Oh, wat een goeie ook. Ja toch. Wat flip. Oh, dat is een goeie. Volgens mij is hij nog groter. Hij heeft mooi geel hier zo onderaan. Super mooi. Ja. En die slip iets zachter. Tering. Hier is iemand aan het rillen. Kijk, kijk dan, daar komt hij. Oh joh, fucking hell. Dat ding is fucking groot, ouwe. Waar zijn we ook? Oh, we zijn nu weer hier. Wat is dit? Dit ding is echt koulo groot. Ik ga hem gewoon pakken. Fuck it. Ik ben nu bezig. Hebbes. Ik heb hem. Oh, lekker ouwe. Stringentouw. Heb vet man. Zo, wat een ding man. Ja. Ja, los. Sven, wat is er net gebeurd? Nou, ik was even een klein rondje aan het doen. Even kijken of er al vis op de stek zat, maar die zat er. Zo. En hoe? Holy shit, man. Een van de pallethengels ging af. die pakte ik uit de steun. En dat was geen hou aan. Dat PR van mij is nog een keer gesneuveld. Kijk, hij is al onthaakt en gestringerd. En dan gaan we hem eens even richting de kant trekken en meten. Ja. En dan komen we bij jullie terug op de film. Simon, wat heb je daar? Zo. De vorige PR, jongens, heeft precies een dag gestaan. Net op de pallets pak ik deze tank. We hebben hem net opgemeten. We kunnen hem hier heel mooi net ondiep in het water leggen. En hij was 2 meter 25. Die kost niet meer, man. Ja. Dit is niet te doen, man. Hoe krijg je er meer van 2,25 op de foto? Nou, niet. 2,25 meter, jongens. Mijn vorige PR heeft 1 dag gestaan. Dit is ongekend. Echt niet te geloven. Zo. Wat een ding, jongens. Ongekend. Hey, ik doe eens monster. Nee, ik doe het. Ik ga naar huis. Hoppa.